Um, doordat het steeds makkelijker en goedkoper wordt om um, filmpjes te streamen, krijg je eigenlijk ook een nieuwe onderwijsvorm. Het e-learning. via e-learning um, kunnen mensen van thuis uit allerlei opleidingen aanvolgen. En dan krijgen ze filmpjes te zien, screencasts, oefeningen en dergelijke meer. En dat is allemaal doordat eigenlijk het internet vrij snel en dat er vrij veel mogelijkheden gekomen zijn. Dus e-learning is eigenlijk een beetje de... Next big thing in, in, in onderwijs, middens. Het zal het niet helemaal vervangen, verre van. Um, maar het kan een extra zijn. En het is wel ook wel interessant om mensen daarop te wijzen dat het ook bestaat. Ik ga beginnen met dingen die dicht bij huis zijn, een aantal voorbeelden. Een ervan is VDAB. VDAB werkt steeds meer met online opleidingen. Hè. Als je naar de VDAB-site gaat, dan zie je hier al online leren staan. Um, en Dan kan je webcursussen volgen. En het leuke aan die van de VDAB is dat je uh, die meestal niet, daar niet voor moet betalen. Hè, waar je bij anderen vaak wel moet betalen. Ja, maar dat zijn dus allerlei uh, opleidingen. Je hebt opleidingen voor werkzoeken, opleidingen voor werknemers en opleidingen voor uh, werkgevers. Um, maar dat gaat over van ICT tot taalopleidingen en dergelijke meer. Hè, bijvoorbeeld Nederlands voor het anderstaligen. Dat vind je hier. Ja. En je kan zelfs heel specifiek met uh, bepaalde. Firmaactiviteiten. stel dat je iemand in de bouw wil gaan werken, dan kan je een specifieke taalkursus in verband met het vakjargon van in de bouw gaan krijgen. Het andere voordeel van deze cursus is dat je eigenlijk gewoon van thuis uit kunt volgen, of als je thuis geen internet hebt, vanuit de bibliotheek. Maar dat je het op eigen tempo doet. Stel, iemand werkt effectief in de bouw, ja, mensen die in de bouw werken, die zullen uh, dat kunnen beamen. Die doen vaak lange dagen. Ze is dus soms heel vroeg van huis weg en pas laat terug thuis. En dan heb je niet altijd meer de kracht en de energie om de cursus te volgen. Uh, op die manier kies je wanneer je de cursus volgt. Dus bij de VDAB vind je zeker heel wat uh, online cursussen. Een tweede voorbeeld dicht bij huis, en dat is eigenlijk een eerste voorbeeld van een min of meer Vlaamse MOOC. Een MOOC is een Massive. Online open course, dus een cursus die open is voor iedereen, dat je online kunt volgen en die door een groot aantal mensen gevolgd wordt. Massive open online course. Pixel heeft die gemaakt rond Mediawijsheid. Ik kan u daar gratis voor registreren. En dan kan je gewoon de cursussen, ik denk bijvoorbeeld over online privacy, dan kan ik die cursus bekijken en dan kan ik eigenlijk een um, les volgen daarover, ik ga naar courseware ik krijg een aantal dingen die ik kan bekijken en lezen maar ik kan ook een expert aan het woord een mini college gaan gaan volgen dat zijn allemaal mogelijkheden in de letterlijke zin van het woord is dit nog geen moek, omdat je er geen je kunt er geen credit voor behalen echte moocs, dan kan je effectief een, een attest voor krijgen. En er zijn al mensen die uh, vanuit het buitenland volledige opleiding gevolgd hebben in een wereldvermaarde universiteit. Uh, aan de andere kant van de wereld was er uh, twee jaar geleden iemand uit Indonesië die aan TU Delft, tot een vrij gerenommeerde universiteit is, uh, een volledige opleiding had gevolgd. En die moest één keer naar Nederland komen voor een aantal praktische proeven, maar al de rest had hij eigenlijk van thuis uit in Indonesië gevolgd. Nu, die MOOCs. Ik ga daar verder niet te ver over uitweiden, want dat is meestal vrij academisch. Maar daar heb je verschillende aanbieders: hè. Um, edX is er één van, andere zijn um, Coursera. En tot slot, Udacity is een uh, derde grote speler. Meestal kan je op die uh, MOOCs, dus gratis, een cursus volgen. Je moet maar betalen zodra je een credit wil. Dus je kan meestal een aantal dingen gaan volgen. Maar het is wel het niveau hoger onderwijs. Het zijn wel cursussen van een vrij hoog niveau. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. Nu, je hebt niet alleen online cursussen voor hoger opgeleiden en hoger niveaus. Er bestaan steeds meer heel interessante platformen om online cursussen te volgen. Meestal zijn die wel betalend. Ik ga er een aantal tonen. Um, de bekendste, als het gaat over software, dus alles wat met software, met fotografie uh, te maken heeft, is uh, Linda.com. Daar ga je eigenlijk rond allerlei thema's, uh, ja, tutorials kunnen volgen. In tegenstelling tot tutorials op Vimeo of op YouTube zijn die heel mooi gestructureerd. Dus als je een programma totaal niet kent, dan krijg je hier echt wel een inzage. Um, er staan ook verschillende tutorials gratis, maar natuurlijk meestal moet je betalen. Dat komt ongeveer op een 20 euro per maand. Dat je dat ongeveer moet betalen. En dan heb je toegang tot alle cursussen. Er zijn ondertussen meer dan uh, duizend. Misschien is dat al tegen de 2000 cursussen van gemiddeld een 5 uur. Dus je bent wel eventjes zoet als je daarop gaat uh, zoeken. Een uh, alternatief voor um, Linda is Udemy. Ook daar vind je gratis cursussen. Maar je vindt ook heel veel betalende cursussen. Het leuke is wel dat je dat je andere dingen vindt dan op Linda. Dus je vindt ook rond andere thema's. Ik heb hier bijvoorbeeld een keer op gardening gezocht. Daar vind je cursussen over. Dus ook dat kun je, kun je eigenlijk gaan volgen. Heel af en toe vind je een, een gratis cursus, maar dat is eerder uitzondering. Je vindt ook heel dure cursussen. Dat hangt er een beetje van af. Deze vallen nu nog mee, maar er zitten ook cursussen van meer dan 300 euro. 217 voor een cursus te volgen. Maar dat is dus ook een alternatief. Derde mogelijkheid is Sidepoint, waar je ook uh, gratis cursussen vindt. Maar dat is dan weer al heel specifiek rond uh, IT. Um, ik heb hier maar een aantal voorbeelden getoond. Uh, er zullen er nog in de toekomst nog veel meer verschijnen. Maar het is eigenlijk gewoon een, een volledig nieuwe trend uh, binnen het onderwijslandschap: dat steeds meer mensen gewoon van thuis uit, van achter de computer, eigenlijk cursussen kunnen gaan volgen. Nu, een uh, kantlijn daarbij. Cijfers op dit moment stellen vast dat, men, dat van de 100% van de mensen die aan een cursus beginnen, er meestal maar 1 à 2% effectief de cursus afmaken. Dus de volharding is veel lager dan wanneer iemand effectief een cursus volgt. Maar heeft iemand niet de tijd, niet de mogelijkheden om echt les te gaan volgen, dan vormt het wel een alternatief.